Goedemiddag iedereen en welkom bij een nieuwe technische analyse van Bitcoin. Het is een daganalyse. Vooraleer wij verder gaan, gaan wij even vragen om jullie hulp. Like deze YouTube-video, deel ons YouTube-kanaal, deel ook ons Telegram-kanaal en help ons verder groeien. Dat is mijn enige return dat ik vraag aan jullie voor het werk die wij proberen dagelijks te gaan creëren en jullie inzichten te bieden. Goed, bedankt voor de likes. Voilà. Bitcoin, we gaan daarmee beginnen. Bitcoin momenteel op dagniveau. We gaan even zien. Dagniveau erbij nemen. Voilà. Goed, hoe staan we ervoor momenteel? Wel, we zitten hier nog steeds in ons neerwaarts kanaal. Dat wel een paar weken ondertussen aangeven. Ik probeer het simpel te houden. Vandaar ook dat we eigenlijk heel makkelijk bij ons huidige analyse kunnen blijven. We hebben hier een neerwaarts kanaal. Dit is een eerste steunpunt. 2, 3, 4. Ook weerstand. 1, 2, 3. En we hebben ook een midline in equilibrium. 1, 2 maal, 3 maal getest. 4e maal. Dan een push-out of een breakout. Dan een retest. Bijna perfect. Het was niet perfect. Maar goed. We zijn op weg nog steeds naar deze target ondertussen. Ik kan hem een klein beetje gaan opschuiven. Voilà. We zijn dus op weg nog steeds. Regio 27.700. En naarmate dat de tijd vordert en deze trendline naar beneden komt, zal het getal ook dalen. Voorlopig nu is nogmaals 27 tot en met 28k. Kunnen we daar een paar dagen op rij, minimum 2 à 3 dagen, 2 à 3 candles, dus boven beginnen sluiten? Ja, dan hebben we de overmeten target voor ons nogmaals van het gemeten kanaal. En mochten we daar steun op vinden, dan zal dit er zo kunnen uitzien. Pump erboven vasthouden. En dan kun je verwachten dat Bitcoin mikt regio 40.000, wat een fantastische target is momenteel, uiteraard. Maar eerst stap voor stap. En wat is die eerste stap? Wel, de eerste stap is zeer simpel. Regio 27, vandaar zie je dat krijgen we rejection. Dan kunnen we eventueel overheen om short te gaan. Opnieuw, regio 20k, krijgen we daar geen rejection. En gaan we er vlotjes boven en blijven er boven. Daarna kunnen we gaan dromen van veel, veel en veel hogere targets. Uiteraard deze noten niet vergeten hier. En daar ook deze gele ballon, zeg maar, dikke weerstand opnieuw, regio 30k. Maar dat zien we dan wel eens we zover zijn. Momenteel blijven wij en zijn wij nog steeds bullish, ook al zitten we hier tegen deze toppen aan, vrees u niet. Het is eigenlijk geen slechte plaats om wat profit te nemen, wat shorts in te plannen, maar wacht dan op duidelijke daily candle rejection. Swing field pattern bijvoorbeeld. Indecision candle is ook een zeer goede. Tot die tijd blijven wij rustig in onze longs zitten. Momentummeter is nog steeds bullish. Je ziet dat we wel al 2 dagen op rij in die momentummeterband hebben geclosed. Wat dat aangeeft dat ranging the name of the game is. Helemaal. Tot als wij zeer overduidelijk kunnen sluiten boven bovenkant momentummeterband. Dat is eigenlijk niets anders dan boven de vorige week. Met andere woorden, daily closes boven 25.200. Kunnen we dit doen? We hebben zelfs opnieuw een daily bullish engulfing neergezet en sluiten boven en bovenkant momentummeterband, wat dan alleen nog maar het momentum sterker zal toenemen naar boven toe. Klaar regio 27.28. Van daaruit zien we dan wel weer met eindtargets voorlopig 30k. Wat valt ons ook op is dat wij nog steeds in onze volatiliteitsmeting zeer stevig naar boven gaan. We komen stilletjes aan in een oranje fase. Vanaf rood mag je zeggen opgepast, stoplossen aan scherpen, take profits wat nemen, want de volatiliteit kan eventueel beginnen afnemen. Voorlopig zijn we nog steeds comfortabel lang, maar eens dat we hier deftig in de rode fase gaan, dan wordt het oppassen. En hoogstwaarschijnlijk dan het einde van deze move. Maar ik zeg het, we hebben nog makkelijk 3, 4, 5 dagen te gaan, een week dus, vooraleer dat we echt stevig in het rood gaan. Nee, eigenlijk niet zozeer op kennis gebaseerd. Maar stel dat we hier nog een print doen tot aan 30k, en dan zal de spaar hier helemaal hyper in het rood staan. Oppassen dan daarmee. Voorlopig bullish, momentum eigenlijk ook nog steeds bullish. Trading ranges, oh my god, wat zijn die toch heerlijk correct, jongens. Close gekregen, intensity, dit is een bullish intensity candle. Een retest vandaag op de steun, 23.893, met als eerste target in equilibrium.
Excuseer, 35.400 en dan het hoofdtarget 26.910. Van daaruit kunnen we dan gaan herevalueren en dan alle targets daarboven. Maar trading range is bullish. Excuseer. Orderblocks. Elke close boven 25.031 krijgen we daar closes boven. Dan is deze bearish engulfing te geniet gedaan. En komt deze bullish engulfing in het vizier. Weerstand zou weg kunnen hebben en een nieuwe steun zodat deze niveaus geprint worden. Uiterste 23.300 tot en met deze bullish engulfing 24.300. Maar deze voorwaarde moet voldaan worden. Dagsluiting boven 25.031. Doen we het niet, dan blijven we hier nog steeds in bearish territorium water of bearish liquidity zone verkoop druk. Het kan eventueel zelfs al vandaag dat wij hier een close kunnen krijgen boven die 25.031. Gebeurt dit nogmaals, dan gaan wij zien dat we de bearish liquidity zone verslagen hebben en dat we dus een nieuwe steunzone hebben gecreëerd met dan die lows, ultra lows, 3.300. Dus je ziet de steunen schuiven verder op als dit gebeurt. Vandaag hebben we dus opnieuw de kans gesteld op die hoek om die 25.000 te gaan breken. Kijk, dat is hetgeen dat nu gebeurt. Live vind ik het leuk om te kunnen tonen met onze tekentools. Kijk, die bearish orderblok is nu weg, omdat die gebroken is. En er komt een bullish engulfing in de plaats. Dus nieuwe steunzone, mochten we weer onder 25.031 staan, dan komt die bearish engulfing opnieuw. Kijk, voilà, hè, zoals dat vragen krijgt, zie je heel mooi hoe dat onze tekentools live gaan werken. Steun, weerstand, zijn letterlijk de battle aan het voeren. Kunnen we dit doen, dus die bullish engulfing neerprinten vandaag? En dan komt die blauwe zone hier. Ja, dan is het gewoon voor mij zeer simpel. Mega pump incoming. Regio 30.000 tot 31.000. Als wij vandaag of morgen dus nogmaals kunnen sluiten boven 25.031. Precies het niveau waar we nu aan het peddelen zijn. Het is niet zomaar toeval, hè, lieve mensen. We zijn goed bezig. Ik verwacht dat we hem kunnen pakken vandaag of morgen. Dan gaan we deze week zeer stevig boven gaan. Dan gaat deze hier uiteraard, de volatiliteitsmeter, zeer stevig in het rood gaan. En dan is maar de vraag, wanneer krijgen wij rejections? En dan zou ik zelfs overwegen om terug wat de shorts te gaan inplannen. Maar voor nu rustig, comfy, long. Dus nog steeds. Zit! Ook hier een battle, hetzelfde, 25.031. Elke afsluiting daarboven maakt een vrijgeleid naar de volgende set. 31.500, 98 afgerond, 31.600 tot en met 32.000. De volgende cluster ligt een pak hoger, 39.900 tot 42.000. En een klets, halleluja. Goed, zeer goed. Kunnen we die verslaan? Steunen blijft 23.800, 23.300. Alles blijft een beetje in dezelfde zone. Altometer heeft vandaag opnieuw de kans om groen te kleuren. Als wij dit 2 dagen nog extra prijs kunnen doen, dan gaan we opnieuw een buy label krijgen. Ik herinner mij nog toen dat we hier de short label hadden gegeven van jongens opgepast, maar ik hecht er niet te veel geloof aan. En je ziet ook hier, als je dus vingerspitsgevoel, zie je dat we ook effectief verder naar boven toe aan het krullen zijn. Vooral ook volatiliteitmeter met de short paste absoluut niet. En ook eigenlijk het momentum gaf eindelijk niet echt een short aan. Waarom? We waren al sideways aan het gaan in die momentummeterband. Willen jullie de tekentools trouwens, contacteer mij privé. Dan voeg ik ze toe voor jullie op TradingView met een kleine vergoeding. VPVR, als we daarbij gaan uitzoomen, dan gaan we zien dat wij hier bovenaan deze volume note aan het komen zijn. Damn, wel een dikke note onder ons. Heerlijk om te zien. Stevige steunen werden gebouwd, mensen. Met als target 29 tot en met 30. En dan een stukje hoger kijken wij al meteen naar 37 onderaan. Tot en met bovenaan 39. Alles ligt in lijn. Heel simpel. Dit is de line inset voor deze week.
Elke daily close boven 25.031 is een vrijgeleide voor een pump tot 30.000. Zolang dat we het niet doen, zitten we technisch gezien tegen weerstand. En zeker mochten we van hier terug gaan closen onder deze low hier terug, dus onder die 23.500. Ja, dan gaan we terug naar beneden treden, maar favoring the bulls momenteel. Dit was onze update. Nogmaals, like onze YouTube-video, deel onze YouTube-video. Welkom in ons Telegram-kanaal. Deel overal waar het kan en mag. En tot morgen. Bye bye. Ciao, kus. Merci voor de moeite. En stay happy, strong and healthy. Tot de volgende. Bye bye.